En Kensenhuis NV zal de belangen van haar klanten blijven waarborgen. Dit laat Robin Kensenhuis, aandeelhouder van Kensenhuis NV, weten in een persverklaring. De belangen van de klanten komen niet in gevaar, ongeacht de uitspraak van de rechter. Op 14 november 2019 wordt er vonnis gewezen in de zaak Kensenhuis NV tegen Milton Kensmil en het stichtingsbestuur van Plantage Osembo. Dan zal de rechter bepalen of het beslag dat is gelegd door het bedrijf opgeheven wordt of niet. Het bedrijf zal de belangen van de klanten echter waarborgen door hen te vrijwaren van hun maandelijkse aflossingen en maandelijkse erfpacht, zoals dat staat in de overeenkomst. Het bedrijf zal deze zaak afhandelen op een bijeenkomst met de klanten die gepland staat voor januari 2020.